Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Vind je het leuk om mij een bedankje te sturen, omdat je mijn content heel erg goed en fijn vindt? Nou, dan kun je mij dus een bedankje sturen. Hieronder aan de video zie je een button bedankt staan. En werkt het nou niet om het via YouTube te doen, dan heb ik in de link en in de beschrijving een andere mogelijkheid om mij een bedankje te sturen. Hartstikke bedankt voor jullie lieve cadeautjes. Ik hou van jullie heel veel. En nou, wij zijn weer aangekomen bij Redevoering 23 van dit prachtige boek van Saint-Germain. En nou, dan gaan we weer aan de slag. Voor de mensen die hier voor het eerst kijken, dit is het boek. En nou, we gaan weer verder. Redevoering 23. Saint-Germain, 19 december 1932. Aanroeping. Machtige, oneindige intelligentie, die de macht heeft over alles. Wij verwelkomen uw allesdoordringende tegenwoordigheid, uw allesdoordringende leven, het bezielende grondbeginsel van ieder mens. Wij danken u omdat ik de grote en machtige tegenwoordigheid ben en omdat ik verankerd ben in het hart van ieder kind van God. Terwijl ik het volmaakte plan uitvoer, ondanks alle weerstand van de lagere werking van het denkvermogen. Wij loven en danken u, omdat de bewuste leiding van uw machtige energie voldoende is voor diegenen die deze energie begrijpen, zodat zij met uw wonderlijke licht en intelligentie overal kunnen zegenen en leiden. Ik groet u vanwege de grote heerschaar en vanwege Jezus persoonlijk, die u vandaag opnieuw wenst te spreken over zijn straal. Redevoering van Jezus. In de volheid van mijn liefde kom ik vandaag nogmaals tot u langs de grote straal van licht en klank. Ditmaal kom ik om bewust de straal van heling te richten naar elke student. Ik zal deze straal gedurende 2 weken dagelijks bevestigen, zodat de studenten de straling van de helende kracht zouden ontvangen. Tijdens mijn missie in de heuvels van Judea werkte ik de slapende herinnering aan de innerlijke archieven van de mensheid. En dit werk gaat nu nog steeds door. Ik zou willen dat de studenten begrijpen dat ik mij voor elke bewuste heling die ik deed in mijn geest altijd bewust was. Ik ben de enige helende tegenwoordigheid. Ik was mij er ook steeds van bewust dat ik als deze onbegrensde ik ben tegenwoordigheid het recht, de macht, de mogelijkheid had om doorheen deze tegenwoordigheid te bevelen dat het lager denkvermogen tot rust moest komen en dit bevel moest opvolgen. Dus wanneer ik mij tot mensen richtte, sprak ik met het gezag van de ik ben tegenwoordigheid, die ik erkende als de enige intelligentie en macht die handelde of die kon handelen. Ik was mij bewust van de gedachten van de mensen rondom mij. Maar zoals ik u al eerder zei, het was enkel door gebruik te maken van de ik ben, de opstanding en het leven, dat de volheid van mijn zending en de manier waarop deze moest vervuld worden, mij geopenbaard werd. Het onderwerp dat ik vandaag voor de studenten speciaal wil benadrukken,
is dat ieder van hen dezelfde machtige Ik Ben tegenwoordigheid in zich heeft. Als diegene die ik gebruikte om de volmaaktheid van de machtige tegenwoordigheid te volbrengen. In die tijd leek het voor de mensen alsof ik wonderen deed. Ik verzeker u echter dat ik enkel de kosmische wetten bewust gebruikte en in werking bracht. Nou, als je het nu tegenwoordig laat zien, zeggen ze allemaal te nep en te trucage en te fake en factcheckers komen er dan over. Ja, het is een complottheorie. Het zijn terroristen. Ja, dat zal allemaal gezegd worden. Altijd zal het downgrade worden, omdat de grote machtige kracht die in je zit niet tevoorschijn mag treden volgens het systeem. De fout die studenten maken en waardoor ze niet onmiddellijk resultaat hebben, is dat ze het gevoel hebben leugens te vertellen wanneer ze de volmaaktheid verkondigen. Die ze uiterlijk nog niet kunnen waarnemen of die nog niet tot uiting komt in hun handelingen. Ik zeg u ernstig vanuit mijn eigen ervaring dat wij de enige tegenwoordigheid, intelligentie en macht moeten erkennen. En deze opeisen als de onze in al onze gedachten en handelingen. Het is de enige manier waarop deze machtige volmaaktheid naar buiten kan komen en volledig tot uw beschikking kan gebracht worden. Het feit dat er schijnbaar nog geen volmaaktheid is, mag u niet afschrikken om volmaaktheid toe te passen en op te eisen als de uwe. Iedereen met een gemiddelde intelligentie moet ophouden zich hierover vragen te stellen en zou moeten denken dat de energie, het levensprincipe dat hij gebruikt, God is. De machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Begint bij geloof, hè? Begint bij geloof. Bijgevolg bevestigt zijn tegenwoordigheid. Kracht en energie altijd zichzelf. Bijgevolg bevestigt zijn tegenwoordigheid. Kracht en energie altijd zichzelf. Wanneer u deze machtige tegenwoordigheid en werking opeist, dan brengt u deze bewust in werking in uw leven, uw gezin, uw leefwereld en uw zaken. Net zoals in de tijd van mijn vervolmaking lijkt de financiële strijd erg zwaar te wegen. Nochtans hebt u door het bewust hanteren en richten van de machtige energie, substantie en overvloed in u, alles in uw bereik om die wonderlijke, alomtegenwoordige overvloed van God aan te trekken. Wanneer u zegt, ik ben, brengt u de tegenwoordigheid in beweging om uw bewuste vraag te vervullen. Een van de eerste en machtigste zaken die duidelijk werden in mijn bewustzijn was mijn bekwaamheid. De bekwaamheid van iedereen om deze energie te richten en ze de eigenschap te geven van datgene waar schijnbaar nood aan was. Aldus kan deze energie goud, zilver, geld, voeding, kleding, vervoermiddelen of eender wat u bewust vraagt voortbrengen om gebruikt te worden. Al deze zaken moet u opeisen door vastberaden, bewuste inspanning. Weet dat in de bewuste vraag de Ik Ben tegenwoordigheid spreekt en handelt. Zij heeft dus alle macht en gezag om eender welk verlangen te bekleden met haar eigenschappen. In het bewustzijn dat u steeds de Ik Ben tegenwoordigheid bent die handelt, moet u dus weten dat u op dat ogenblik van erkenning een onoverwinnelijke aantrekkende magneet bent, die de oorzaak is dat iedere werking van het universum naar u toestroomt om uw verlangen te vervullen. De enige reden waarom dit niet zo schijnt te zijn, is dat er ergens in uw bewustzijn een gevoel van onzekerheid is over uw bekwaamheid of uw gezag of over de alomtegenwoordigheid van uw Ik Ben om te handelen. Als iemand die de vervolmaaktheid bereikt heeft
en die zelf de hele weg heeft afgelegd om deze volmaaktheid te kunnen bereiken, verzeker ik u echter dat het een waar genoegen is, een voorrecht voor mezelf en de anderen, om deze eenvoudige wetten onder uw aandacht te brengen. Hoewel deze wetten eenvoudig zijn, hebben ze toch een machtige en onoverwinnelijke werking die u de vrijheid en de heerschappij zal schenken over alles wat een enorme hindernis op uw pad lijkt te zijn. Wanneer u deze wetten blijft aanvaarden en gebruiken bij alles wat u doet, zult u ervaren dat u heerschappij bereikt en dit niet enkel over één element, maar over de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Wanneer u zich bewust bent geworden van de vlam van uw goddelijkheid, dan handelt u vanuit het hoogste van de vier elementen, namelijk het vuur en de ware werking van de geest. Zoals de bewuste handeling is voor de onbewusten, zo is het bewuste gebruik van de vlam voor de erkenning van het licht. Het natuurlijke element van uw ziel is de vlam. Dit verklaart de vereering van het vuur en de zon in de oudheid. Wanneer iemand zich ervan bewust wordt dat hij deze verterende vlam bezit, is, kan gebruiken en richten, dan heeft hij grootse macht verworven. Wanneer iemand zich ervan bewust wordt dat hij heerschappij heeft over de vier elementen, dan moet hij deze enkel gebruiken om zich ervan bewust te worden dat hij de bliksem kan richten, de storm kan beheersen, de wateren kan bedwingen en ongedeerd door vuur kan stappen. Wilt u zo vriendelijk zijn mij te vertellen hoe iemand iets kan gebruiken zonder dat hij weet dat het bestaat? En dat hij de mogelijkheid heeft het te gebruiken om zijn taak te verlichten. Precies, als je het niet weet, kan je er ook geen gebruik van maken. Soms kan dat per ongeluk gebeuren, hè, dat je een kracht gebruikt. In een noodsituatie bijvoorbeeld, waarvan je niet eens weet dat die bestond. Maar of dat je per ongeluk telekinese doet zonder dat je ervan bewust bent dat je het doet. Dat kan, ik heb het zelf vroeger als kind meegemaakt. Maar het is natuurlijk veel beter als je het gewoon weet dat het bestaat, zodat je er gebruik van kan maken of dat je kan oefenen, dat je kan leren. Door iets te leren gebruiken, wordt iemand onoverwinnelijk in de beheersing ervan. Ik zou u ontzettend graag willen duidelijk maken dat de wetten die u gegeven en onderricht werden, dezelfde zijn als diegene die ik gebruikte en die iedereen die de opgevaren staat bereikt heeft, moest gebruiken. Eens dat u deze wetten kent en dat u weet dat de ik ben tegenwoordigheid, die u bent, alle intelligentie, macht en gezag bezit om bewust de energie te richten doorheen uw lager denkvermogen, dan moet u ze enkel nog gebruiken. Wees dan niet bang ze te gebruiken om te helen, voorspoed te brengen, te zegenen en uw naasten verlichting te brengen. Wis voorgoed uit uw gedachten dat er enig egoïsme kan zijn in uw bewuste erkenning dat de ik ben tegenwoordigheid de leiding heeft. Het speelt geen rol wat u nodig hebt om u te vervolmaken, zodat u bekwamer en krachtiger wordt om te zegenen. Ziet u dan niet dat er geen egoïsme kan zijn in het verlangen naar grotere vaardigheid en volmaaktheid? Iedereen die denkt dat hij moet wachten op de vervolmaking van iemand anders, begaat een grote vergissing. Men kan enkel door eigen, bewuste inspanning deze wonderlijke erkenning bereiken. Niemand kan groeien of bereiken voor iemand anders, maar iedereen kan een ontzaglijke hulp zijn voor een ander door intens te weten voor diegene die men wenst te helpen. Ik ben de enige tegenwoordigheid en intelligentie die handelt in deze persoon. Hieraan mag men
elke eigenschap toevoegen die de persoon het meest schijnt nodig te hebben. De eerste plicht van iedereen is verering en liefde voor de ene machtige Ik Ben tegenwoordigheid die alomtegenwoordig is. Ziet u niet dat het een vreugdevol voorrecht is uw zogenaamde vijand te beminnen? Want Ik Ben overal de enige, ware tegenwoordigheid en werkzaamheid. Indien het lijkt dat de onwetendheid van het lagere denkvermogen wanorde pijn en begrenzing heeft gecreëerd, weet dan dat deze verkeerde schepping uit zichzelf geen enkele kracht heeft. Niets houdt dit in stand, behalve het verkeerde geloof van de mens. Bijgevolg heeft dit geen zelfbevestigende kracht. Indien u zo ongelukkig bent geweest om disharmonie, wanorde en begrenzing te creëren, kunt u dan niet zien dat u alleen door de kracht van uw Ik Ben tegenwoordigheid de verterende vlam bewust de wet van vergeving moet aanroepen en alles wat u in uw omgeving verkeerd gecreëerd hebt, moet verteren met de levensvlam die u bent. Dit zou u moeten duidelijk maken hoe u uw leven kunt zuiveren van wanorde en verkeerde scheppingen. Dan kunt u zichzelf handhaven gekleed met de zon, het licht van het eeuwige leven, jeugd, schoonheid en overvloed. Terwijl u de scepter van macht van de Ik Ben tegenwoordigheid, die u bent, in de hand houdt om deze ogenblikkelijk te gebruiken. Het is belangrijk te weten dat deze ene machtige energie alles doet volgens de eigenschap die u haar geeft om volgens het verlangen dat u wenst te vervullen. De studenten zouden zeer bewust moeten weten: overal waar ik mij begeef, ben ik de eeuwige, harmoniserende tegenwoordigheid en werking van alles waar ik mijn gedachten op richt. Wanneer u dit voortdurend gebruikt, terwijl u de onoverwinnelijke kracht voelt, dan zal het de sfeer van uw leefwereld zuiver, harmonisch en gereed houden voor elke bewuste aanwijzing om met grote snelheid verder te gaan tot de voltooiing. Wanneer u iemand in stilte, maar met gezag, wilt toespreken, of wanneer u in stilte over iemand wilt spreken, zeg dan zijn naam en u zult ondervinden dat u de hulp, de energie die gezonden wordt, veel gemakkelijker ontvangt. Het is alsof u de aandacht vraagt van iemand waarmee u wenst te spreken. Wanneer u het woord wilt richten tot iemand van uw familie, dan zegt u automatisch eerst zijn voornaam om zijn aandacht te trekken en dan gaat u verder met uw boodschap. Wanneer u de energie in stilte richt, verloopt het op juist dezelfde manier. Vanuit de erkenning en het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid en terwijl u weet: Ik ben alomtegenwoordig. Dus, zeg dit tegen jezelf: Ik ben alomtegenwoordig. Ziet u hoe u de innerlijke wereld doorheen de Ik Ben tegenwoordigheid even gemakkelijk kunt spreken met iemand aan de andere kant van de wereld dan met iemand die fysiek bij u aanwezig is? Dat is de kracht van telepathie. Ik waarschuw u, indien u probeert deze kennis te gebruiken om iemand anders schade te berokkenen, herinner u dan dat uw bedoeling voor de anderen als een bliksemschicht door uw eigen lichaam en ziel zal gaan. Ja, dus alles wat je geeft, krijg je terug. Geef je negatieve energie aan anderen of wil je voedoe op een ander afvuren? Alles krijg je terug. Tracht u altijd te herinneren dat u geen zogenaamde menselijke wezens bent, maar goden en godinnen in ontwikkeling, die u door bewuste inspanning tot volledige heerschappij kunt brengen.
Nou, inderdaad. We zouden onszelf geen mens meer moeten noemen, maar goden. Beminde studenten van het licht, ik zeg u, sta op. Ontwaak tot de volheid van uw goddelijke heerschappij. Gebruik onbevreesd de bewuste kennis en leiding van deze machtige Ik Ben-energie voor uw vrijheid, voorspoed, zegening en verlichting. Ieder van u is een schitterend, verblindend juweel van licht, dat in een wereld van chaos en duisternis geprojecteerd werd. Mogen de straling van uw licht uitbreiden, uitbreiden en nog eens uitbreiden, zodat al de duisternis van de aarde verteerd wordt door deze machtige straling van de Ik Ben tegenwoordigheid die u bent. Aarzel niet, beminde kinderen. Grijp deze scepter van macht en heerschappij. Gebruik hem om te helen, te zegenen, voorspoed en verlichting te brengen. En u zult ervaren dat alle wereldlijke zaken voor u buigen en zich haasten om uw geringste verlangen te vervullen. Beminden, dierbare broeders en zusters, de ene machtige tegenwoordigheid die ik ben, is het bewuste vermogen dat ik u vandaag meedeel. Zij bezit de zichzelf bevestigende kracht, moed, macht en verlichting om te volharden, zodat u nu uw bevrijding bereikt met deze persoonlijke straal die ik gedurende 2 weken op ieder van u richt. Ik verzeker u dat deze stralen geen nutteloze inbeelding zijn, maar een tastbare stroom energie die alles in zich draagt, en die u zoveel zegeningen geeft als u kunt aanvaarden. Ik hul u in deze mantel van licht, die alle macht in zich heeft. Ik hou u in mijn machtige omhelzing, de Ik Ben, elk uur met u. Saint Germain, u bent nogmaals gezegend door deze inspirerende tegenwoordigheid. Ik hoef hier niets meer aan toe te voegen, tenzij er vragen zijn wanneer u beseft dat ik ben de enige tegenwoordigheid, macht en vermogen is om te denken met uw hersencellen en wanneer u uitsluitend de werking van de ik ben tegenwoordigheid aanvaardt. Dan is zij voor u de allesomvattende macht die al uw materiële wensen vervult. Wanneer u iets verlangt dat u nodig hebt in uw dagelijkse leven, dan is het de Ik Ben tegenwoordigheid die hiervoor zorgt dankzij uw bewuste vraag. Dit heeft echter niets te maken met de zogenaamde menselijke begeerte. Zeg dikwijls, ik ben steeds liefdevolle gehoorzaamheid aan het licht. Dus, ik ben steeds liefdevolle gehoorzaamheid aan het licht. Alles zal waakzamer, levendiger en krachtiger beschermd worden. Naarmate u de Ik Ben tegenwoordigheid steeds meer gebruikt. Hoe meer iemand zich bewust is van de werking van de grote centrale zonnemagneet, hoe krachtiger zij werkt in het etherische lichaam van deze persoon. Een ontwaakte persoon gebruikt nooit een destructieve kracht. Toen de meester van Suerne de kracht projecteerde en het leger vernietigde, dan deed hij dit enkel om zijn volk te beschermen. De destructieve eigenschappen om te doden, die de anderen meebrachten, kwalificeerden de kracht die de meester uitzond. Deze kracht vernietigde diegenen die hun destructiviteit uitzonden. U kunt zien hoe gemakkelijk dit gebeurde toen zij kwamen om te vernietigen. Iedereen die dit begrijpt, heeft het recht zichzelf te beschermen. Er zou aan de studenten steeds moeten gezegd worden dat zij nooit mogen oordelen over de handeling van een grotere intelligentie dan zijzelf. Wanneer een opgevaren meester een wonder verricht, dan lijkt deze handeling voor diegene die hiervan getuige is zo bovennatuurlijk
dat het zeer moeilijk is voor deze persoon om de waarheid hiervan te aanvaarden. Het is volstrekt onmogelijk om het lager denkvermogen te overtuigen. Wanneer een visioen geprojecteerd wordt, dan wordt het etherische verslag opnieuw bekleed met substantie. Het verslag van een gebeurtenis kan niet opnieuw bekleed worden, behalve in haar eigen omgeving. De verslagen van een persoon blijven steeds bij hem, waar hij ook gaat, en zij kunnen om het even waar opnieuw bekleed worden. Zegening. Machtige oneindige tegenwoordigheid. Wonderlijke broeder van licht, wijsheid, liefde en macht. Wij danken u voor uw stralende tegenwoordigheid, die iedereen die naar u kijkt verheerlijkt. In deze glorievolle tegenwoordigheid zenden wij naar alle mensen uw omhullende licht, dat hen altijd verheft tot in uw tegenwoordigheid. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 24. Dit was redenvoering 23. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken. En heel veel succes met dit leerproces. Het is fantastisch. Like en deel mijn video's als je wilt dat nog meer mensen dit weten. Abonneren is uiteraard allemaal gratis. En mis geen enkele video, zou ik zeggen. Ik hou van jullie heel veel. En kijk ook af en toe eventjes de community post. Want ik ga heel veel bijzondere posts ook plaatsen. Met prachtige wijsheden en spreuken. Doei!